De passie van wordt mede mogelijk gemaakt door Regiobank Bolsward. Deze eerste aflevering van De Passie van nemen we letterlijk en figuurlijk een kijkje in de keuken van Jan Sikkens. TV Bolsward volgde hem bij het brouwen van zijn eigen bier. Het was 6 november 2015 dat ik hier bij je kwam en toen werd er gebrouwen. We zijn nu 15 maanden verder en het zit in de fles en er zit een etiket op. Ja. Wat voor bier is het geworden? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen, een heel zwaar bier. Het is een bier wat, we zijn nu 15 maanden verder en wat nu uiteindelijk een beetje op smaak begint te komen. Het bier is ondertussen 14% alcohol en heeft allemaal smaken die je anders niet in bier verwacht. Dus het is een heel zwaar, heel bijzonder houtgerijpt bier geworden. Misschien hebben we dat straks ook even kunnen proeven. De meeste bieren zijn na 4, 5, 6 weken al prima op dronk hoor. Maar dit was een beetje een bijzondere. Ja, want hoe kun je hem het beste omschrijven? Als je wel eens wat sterkere, wat zwaardere bieren hebt gedronken, en dan is er een biertype dat heet barley wine, gerstewijn in het Nederlands. Dat zijn bieren met 10-11% alcohol. Daar kun je het mee vergelijken. Maar verder is er geen vergelijking op. Je deed samen met je zoon, waren we hier toen aan het brouwen. Hoe ben je op het recept gekomen? Gewoon ook zomaar wat dingen bij elkaar gepakt en het moet maar wat worden? Ik heb dan zo'n brainstormavondje, dan ga ik achter de computer zitten en dan probeer ik een recept te bedenken. En dan heb je wel een idee voor ogen wat je zou willen maken. Nou, nu was het idee om een zwaarder bier met flink hop, ook met wilde gisten erin. Dat is ook nog weer iets speciaals. Er zitten heel veel dingen in die je niet in standaard bier tegen zult komen. En dat heb ik op een avond zo bedacht. En waar is dat ontstaan, deze hobby, het brouwen van je eigen bier? Heel veel jaren geleden ben ik met mijn vrouw en kinderen die nog kleiner waren in het Archeon geweest. In Alphen aan den Rijn is dat, een themapark op archeologie. En daar liep ik door een kloosterachtige ruimte. En daar liep een meneer met een bruine pij op sandalen in een pan te roeren. En die kauwde op een plaatje. En toen vroeg ik aan die meneer, wat is dit, wat ben je aan het doen? Toen kreeg ik in Middel-Nederlands het antwoord dat hij bier aan het maken was. Toen dacht ik, nou als een gek op sandalen het kan, dan kan ik het ook. En daar is het eigenlijk mee begonnen. Toen kreeg ik van mijn vrouw een boek waarin het bierbrouwen werd uitgelegd. Nou, daar heeft ze nu nog spijt van, want dat is echt de aanzet geworden tot een flinke hobby. Ja. Er hangt ook een certificaat in de bijkeuken waar het bier gebrouwen wordt. Een Nederlands kampioen. Dus de bieren die je maakt, die doen er wel toe. Wat je zelf maakt vind je altijd zelf ook lekker. Hè? Dus kritiek kunnen we sowieso niet hebben hier zo. Maar er bestaan voor amateurbrouwers in Nederland brouwwedstrijden. Je kunt je bier inzenden voor een kampioenschap, een landelijk kampioenschap, wordt ieder jaar georganiseerd. En in 2015 was mijn biertje uit 520 inzendingen verkozen tot het beste bier van dat jaar van de inzendingen. En hoe voelt dat dan als blijkt dat jouw bier dus het beste is dat jaar? Ja, dan zweef je 10 centimeter boven je schoenen hoor. Dat is, hoe belangrijk is het? Totaal niet natuurlijk, het is maar een hobby. Maar in hobbykringen telt dat als de hoogste prijs die je in Nederland kunt halen. Ja, daar was ik geweldig trots op. En dit bier, Wabbit of Wabbit. Ja. Ga je dat ook nog insturen voor die hobby Nederlands kampioenschappen? Ik aarzel, want het is zo sterk, het is ver over de top. Ik weet niet of dat gewaardeerd gaat worden. Maar misschien moet ik hem ook nog een jaar laten liggen en dan gaat hij volgend jaar mee. Okay. Dit is echt bewaarbier. Hoeveel mensen hebben er al van geproefd? Nou, ik. en ik. Met mijn zoon heb ik het geproefd, ja. Verder nog geen andere, geloof ik, nee. Oké. Okay. We zijn net al van alles wat je zelf maakt is in principe lekker. Ja. Maar is hij ook lekker?
Ik vind dat die heel behoorlijk is geworden, ja. Ja. Kwestie van smaak, maar het is wel ongeveer zoals ik het bedoeld had. Ja. En je hebt een smaakidee als je een recept gaat maken. Smaak en een geur en nou, daar voldoet hij wel aan. Ja. En deze, die gaan we proeven. Dat er weinig schuim op zit. Bij zwaardere bieren, bijvoorbeeld de La Trappe Quadruple, dat is ook zo'n zwaar bier, zie je ook heel weinig schuim. Dat hoort hier niet bij. Ton? Nou, ik ben benieuwd. Als je niet van je stoel hebt, Ton, dan weet ik waar het van komt. Nou, ik vind het een goede smaak hebben. Ik hoopte dat je dat zou zeggen. Ja. De Passie Van werd mede mogelijk gemaakt door Regiobank Bolsward.